Dit is een bespreking van Epigram 1,73 van Martialis. Ik lees hem eerst weer voor, zodat je wat gevoel krijgt, hoop ik, voor dat elegisch distichon. Let op de elisies in de laatste regel. Ik lees daar niet alle lettergrepen. Nullus in urbe fuit tota, qui tangere velet uxorem gratis caecilianae tuam. Dum liquit, sed nunc positis custodibus, ingens turba fututo rumst, ingeniosus homos. Dat dus elegisch distichon. Hè. Wat er staat, nullus, geen enkele, niemand. Het is hier zelfstandig gebruikt, was er. Niemand was er in de stad. En dat tota met een lange a, heb je net kunnen horen, dat hoort bij urbe, is ablativus, in de hele stad. Hyperbaton, niemand was er in de hele stad, die wilde, qui velet, die wilde aanraken de echtgenoot, en dan in een opvallend hyperbaton met tuam, jouw echtgenote, caecilianus gratis, die jouw echtgenote Caecilianus gratis wilde aanraken. Doen zolang als het toegestaan was. He, dus die Martialis zegt tegen die Caecilianus: je hebt tijd lang toegestaan dat iedereen jouw echtgenote, je vrouw, aanraakte. Dat doe je nu niet meer. Tegenstelde met dum liquit is positis custodibus. Ablativus absolutus, met geplaatst zijn de bewakers. Een kustos is een bewaker. Nu er wachters, bewakers geplaatst zijn, sed nunc, maar nuhu, nu er bewakers geplaatst zijn, is er est, onderwerp is turba, een menigte, zelfs een ingens menigte, een geweldige menigte, fututorum, van neukers, betekent het letterlijk. Futubere betekent neuken in het Latijn. En een fututor, dat is iemand die dat doet. Nu is er een geweldige schare van belangstellenden voor die vrouw van jou, Caecilianus. En Martialis doet dan net alsof hij daar iets mee opschiet. Jij bent es, een homo, een mens, hè, een vent die ingeniosus is. Vol met listen. Je bent een slimme kerel, Caecilianus. Dus door die bewakers op te stellen, heb je de belangstelling voor jouw echtgenote flink weten op te krikken.